Maar vooraan gaat er nu normaal gesproken vol gas gegeven worden door Stalkrebas met Dinant Convital en aan de buitenzijde nummer 5 van Cool en Fanatic. Maar daar komt aan de buitenzijde de serieuze aanval 3-dik van Zasu en Slenzen. Zo wordt het een prachtige strijd waarbij Dinant misschien op speed nu een probleem heeft tegen enkele paarden. Maar zet de tanden nog een keer op elkaar. Galoppade daarachter voor Bea Kivitsov en John de Leeuw komt als een duveltje uit een doosje nu naar voren. We komen in de laatste rechte lijn. 7 galop. Convital nog altijd aan de leiding. Maar op de tweede plaats is het een geweldige strijd met Cool en Fanatic. Helemaal aan de buitenzijde meldt zich daar ook die Benjamin Mirage. We gaan op weg naar de finish. En het is Dinant Convital die uitstand. Het is de 4 voor de 5. Close. De tweede achter, achter 2. De aankomstrechter heeft het laatste woord. En daar zijn de winnaars, dames en heren. En we horen ook goed nieuws vanaf de zijlijn. Want de supportersclub heeft toegeslagen in het wedspel met de 4 winnend en duo 4-5. En we mogen ze gaan huldigen. Schitterende winnaars. Dinant Convital, 5 jaar deze Vosruin. Titus Boko, Lillians, Love BR. Gevochten door de heer Molhoek in het bezit van de Spangenhoeven. Bas Krebas de trainer, Dennis Minema de rijder. En hier wordt een grote slag geslagen in het kader van de kampioenschapsklassementen. Ik ga gauw even naar Dennis, want ik krijg niet vaak de kans bij dit paard om hem even te spreken. Dennis, gefeliciteerd. In de laatste bocht, was je bang voor de speedpaarden? Nee. Deze pakt sowieso het bitter erop als er eentje naast komt. Dat deed hij ook de bocht in. Want ze waren er al even overheen. Maar dan hij vecht altijd door. Ik hoef de laatste rechtlijn eigenlijk niet eens meer aan te rijden. Nee, super paard. We hebben voor jou een bos bloemen. We hebben een zierdeken. We hebben extra ereprijzen namens de club van 68 Apollo. En Dinant Convital heeft dit op magistrale wijze geklaard. En staat er hierbij alsof hij inderdaad nog wel een rondje of 5 had gekund. Maar het paard moet er echt vandoor. Geef een applaus. Ze zijn niet gefokt om stil te staan. Dinant Convital, Dennis Minema. Vlag omhoog. En nou gaat de start door en is het ook wel eigenlijk een mooie start. Waarbij we een bliksemstart zien voor John Dekker en Cesa. Ook een superstart nu voor Benjamin Mirage. En achter deze paarden komt aan de buitenzijde ook de positie verbeteren. Paardsnummer 4, Dinant Convital. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog 3 volledige rondes. En Dinant Convital die komt aan de buitenzijde. Eens even kijken of er bij die Cesa wat te halen valt. Dinant Convital aan de buitenkant neemt de leiding over van Cesa. Maar Dinant Convital krijgt zo dadelijk de stalgenoot achter zich aan. En dat is paards nummer 5, Cool en Fanatic. En dan gaan we eens even kijken hoe de stal dit zo dadelijk op gaat lossen. Aan de binnenzijde hebben ze op dit moment wel een van de medefavorieten in de vuik. En dat is Benjamin Mirage. En in de tweede spoor een droomstart voor paard nummer 8, Zazu Enselens. Achter deze paarden Angie Meadow. En achter Angie Meadow komt aan de buitenzijde Bea Kivitsov mee naar voren. En het laatste tweetal die kunnen we bekijken vanaf de reningszijde. Dat zijn enerzijds Clap Your Hands en aan de buitenzijde daarnaast Unexpected Well. Paarden gaan op weg naar de verre linkerbocht. En dat doen we met nog altijd aan kop van het veld het nummer 4 van Dinant Convital. Daarachter aan de buitenzijde paard nummer 5 Cool en Fanatic. Ze maken het elkaar uiteraard niet moeilijk. En dus kan er in een wandeltempo gekoerst worden. En dat past perfect in het straatje van de superstal uit band. Achter deze deelnemers dan aan de binnenzijde Cesa. En die wordt gevolgd in het tweede spoor door het nummer 8 van Zazu Enselens. En aan de binnenzijde daarnaast een beetje opgesloten Benjamin Mirage. Achter deze paarden Bea Kivitsov, die flankeert Angie Meadow. Daarachter volgt dan nog Unexpected Well. En achter Unexpected Well is er aansluiting voor Caroline Albers. En zij rijdt paard nummer 6, Clap Your Hands. Paarden gaan op weg naar de overzijde van de baan. Zijn daar gevorderd tot zo ongeveer halverwege. En het is paard nummer 4, Dinant Convital en Dennis Minema die hier het tempo bepalen. Tweede plaats aan de buitenzijde Cool en Fanatic. Een onvoordelig parcours, maar iets wat Cool wel aan kan. En daarachter volgt dan aan de binnenzijde. En die loopt daar geen meter te veel. Cesa, maar de eerlijkheid gebied te zeggen. Cesa doet vandaag wel een duik in het diepe. Want met een lage winstom staat hij hier toch tegen aardig goede Alkmaar specialisten. Eén daarvan komt aan de buitenzijde mee
mee naar voren. En dat is het nummer 8 van Zazu Enselens. Aan de binnenzijde Benjamin Mirage. Die kan nog altijd geen kant op. Heeft nog één ronde om daar verandering in te brengen. En aansluiting is er ook nog voor nummer 7. Beja Kivitsov en de rest. Maar het spel zal zo dadelijk op de wagen gaan. En Kees Kamminga gooit als eerste de knuppel in het hoenderhok. Doet ook Jan-Thijs de Jong. Beide deelnemers die snijden nu het derde spoor aan. Maar vooraan gaat er nu normaal gesproken vol gas gegeven worden door Stal Krebas met Dinant Convital en aan de buitenzijde nummer 5 van Cool en Fanatic. Maar daar komt aan de buitenzijde de serieuze aanval 3-dik van Zazu Enselens. En zo wordt het een prachtige strijd waarbij Dinant misschien op speed nu een probleem heeft tegen enkele paarden. Maar zet de tanden nog een keer op elkaar. Galoppade daarachter voor Beja Kivitsov en John de Leeuw komt als een duveltje uit een doosje nu naar voren. Kom in de laatste rechterlijn. 7 galop. Convital nog altijd aan de leiding. Maar op de tweede plaats is het een geweldige strijd met Cool en Fanatic. Helemaal aan de buitenzijde meldt zich daar ook die Benjamin Mirage. We gaan op weg naar de finish. En het is Dinant Convital die uitstand. Het is de 4 voor de 5. Close. De tweede, 8, 8, 2. De aankomstrechter heeft het laatste woord.